Questa. We zaten hier buiten en dan zagen we die wind. En later hoorden we als een kreunend ijzergeluid. Dus dan zei mijn neef nog, die is nou aan het dak. En toen ik ging naar boven om mijn ramen dicht te maken en ik hoorde dingen naar beneden donderen. Dus ik ben direct naar beneden gerend en ja, dit was het resultaat. Ik was bezig op school en ik werd dus gebeld om met spoed naar huis te komen om te kijken als alles oké is hier. En dan zie je dit. Ja, dat schrik je wel even, ja. Zelf woon ik aan de Kampenfoeliestraat, maar mijn dochter die zit op de Bernadette school. Ik was dus bezig tentamens af te nemen bij de studenten. En ja, de wind begon toen. En ik zei nog van rustig, hou je blaadje gewoon goed vast. En toen zagen we buiten zoveel daken wegvliegen. Die wind werd alleen maar heviger. Kijk om je heen, zoveel daken zijn weggewaaid. Auto's zijn verschrikkelijk beschadigd. Wie gaat nu al die auto's vergoeden? Kijk ook naar die andere kant, hè. Lantaarnpalen hangen schuin. Die boom van het vriendschapspark is ook omvergewaaid. Het dak van de Sint Thomas van Aquino school ook, geloof ik. Kijk, al die amandelbomen hier, al die spijkers die er liggen. Ik ben nog geschokt, want wij zaten in een hoek daar te wachten tot de college zou beginnen. En toen begon het wind hard te tochten, begon het hard te draaien. Toen begon het zinkplaat naar ons toe te vliegen. Dus zijn we in een hoek gegaan om daar te gaan schuilen. We hebben daar gewacht tot het is gestopt en dan zijn we naar buiten gegaan. Want het was echt hevig. In het midden heeft het hard getroffen. En daarom zijn die zinkplaat ook zo om die boom gewikkeld. We zaten in de klas en je vrouw geeft Engels aan hem les en toen hebben we de shutters dichtgemaakt en toen is dat ding eerst op de auto gevallen en daarna zagen we stof en modder komen en daar zaten we nog en toen zaten we dat ding erger geworden en dan pas zijn we opgeschoven. Op een gegeven moment wisten we niet meer wat we zagen. Het was een en ander reperoer, alle zinkplaten waren door elkaar, dus het was echt rumoerig. Ik was ook zeer bang en zenuwachtig daarvoor. Zodat ik geen ongeluk zou krijgen en mijn auto dan staat ook hier en ik keek ook ernaar, maar er is ook niets ermee gebeurd. Je hebt geluk. Jawel, prijs de heren. Is het slechts zorg en loop die getroffen is? Nee, ik heb rapportages van in het noorden, Grietje Biestraat, etc. Ik heb begrepen dat Kwartaweg ook de HAVO volgens mij, of VWO van Kwartaweg is ook getroffen. Ik heb begrepen dat Abarabrochi heeft ook, Kankantriestraat heeft ook één of twee plaatsen waar bomen zijn omgevallen op huizen, etc. Ik heb begrepen dat er twee mensen zijn die een ongeluk hebben gehad. We hebben de inventarisatie nog niet helemaal opgemaakt, maar dat is wat we voorlopig hebben. Maar dat is een beetje de eerste assessment die we hebben. En ineens zagen we binnen een paar seconden alle daken van vliegen van de school, balken. En er kwam een meisje aangerend, ze heet Sharita. En haar pols was doorgesneden. En er was heel veel bloed, aanzienlijk veel bloed. Naderhand gebleken zat ze bij de kantine, daar bij onderwijs, biep. En een balk is dus gevallen en blijkbaar heeft dat er geraakt en gesneden. Ze is inmiddels wel vervoerd naar eerste hulp. Ravage. Je hebt geen andere benaming ervoor, ravage. Weet je, en we zijn wel geschrokken natuurlijk. We moeten een x-aantal locaties nog aandoen, maar het ziet er verschrikkelijk uit. Weet je, het wordt tijd, dus wel een beetje rekening houden met minister Lengaard, schreeuwt al jaren, maar nu moeten we er echt rekening mee houden. Zeker 5 jaar geleden heb ik dat al gezegd. Dat dit soort zaken niet meer gezien moeten worden als extreem en als abnormaal. Maar dit wordt een normale aangelegenheid voor ons en we moeten kijken wat we gaan doen ertegen. En ik denk dat de policy moet zijn dat we ons moeten wapenen ertegen. We moeten kijken naar hoe bouwen we.
We moeten kijken naar, is alles wat we hier en daar neerzetten bestand tegen dit soort rukwinden. En dan gaat het onder andere om de daken, het gaat om billboards, het gaat om elektriciteitsmasten, et cetera. Want dat brengt een heleboel problemen met zich mee altijd. U merkt dat de rukwinden in hevigheid toenemen. Was het vroeger 60, 80 kilometer per uur? Nu en dan een paar maanden terug was het in de richting van 100 en iets meer. En nu gaan we richting 150 kilometer per uur. Ik heb gevraagd dat we die bouwvoorschriften wat daken betreft de hechtingen op minimaal 150 kilometer per uur houden vooralsnog. Dus dat is er. Nieuwe aanvragen worden ook daarop getoetst. En, maar je hebt de situatie van die oude gebouwen. En dat hebt u hier, dat merken we hier. Eén ding is zeker zo, dat wij nu in een sfeer terecht zijn gekomen. Dat we de oude realiteit, dat alles rustig was, hebben we voorgoed achter ons gelaten, toch? Ja, en dat zijn de nieuwe realiteiten. We hebben in Suriname nu hurricane-proefdaken nodig. Dat is belangrijk. Vorige week zeg maar een lichte aardbeving of de staart. En nu zo'n orkaan, kan je zeggen. Waar we nooit dachten dat Suriname een land was waar orkanen of rukwinden in feite zijn bodem zou kunnen vinden, zien we nu, staan we geconfronteerd met de realiteit. En ik denk dat wij als ministerie moeten gaan bekijken dus hoe we gebouwen gaan verzekeren. En hoe we uiteindelijk ook omgaan met mensen leren trainen om te gaan in deze situaties van rukwinden. Onze prioriteit gaat uit naar de mensen wiens woning beschadigd is, want daar moet u in wonen. Een school kan je 2 dagen sluiten om aanpassingen te doen, maar die woningen, daar moet je wat gaan doen. Dus we zijn nu bezig die evaluatie te doen om te kijken waar we eerste hulp moeten doen. Maar inmiddels heeft de openbare werken, openbaar groen, vanuit het commissariat en zijn alle hulpteams opgeroepen om hun bijdrage te komen leveren. Ik heb zelf ook nog een slecht aan mensen die hun daken op zijn. We zijn kerk 1 of 2, dus het hangt er vanaf hoeveel van die daken we hebben.